Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de pensioendealers Heima en Hylkema. Goedemiddag, welkom bij de livestream van het Scootsje Zielen bij Omroep Friesland. Mijn naam is Freek Wijma en tegen mij Elke Dijkstra nemen wij jou met mij bij de vijfde wedstrijd van de SKS. Deze keer op Langwar. Het is officieel nog een 10 seconden. En hoe komt het mij wat zijn? Is die te gauw of net? Hoe komt het met de rest? Ik ken de vierste tonnen net zien. Daar is het startschot en daar is ook de toeter. En dat houdt in elke Dokesti-vlaggen. De witte vlaggen met het blauwe kruis erin. Dat betjut een individuele valse start. Dat betjut en er zal nou een boordje voordeel gaan. Mooi het noemen erop. Of op de kotter toont worden. Nummer 14 is degene die te betiet over de lijn is. En dan moeten wij even snel in onze papieren waar nummer 14 is. Maar dat zal Griff woord zijn wezen. Want die lag al betiet op het schot. En die sjoe weer. Ik inderdaad. Erachter uit zakje. Ja, dat is dan het risico. Je bent af heel mooi op die bij die start. Maar krek de betiet, ja, dan ben je de pineut. Maar we sjoe hem je nou toch voortvaren. Dan moeten we toch even goed zien waar er nou te betiet is. En dat is wat zijn dat. En je gaat Leuwert. Opwaai naar de boppenste tonnen. Een kwart kruisrakje. We zullen hem daar lezen. Het binden. Huzemers die mooi boven in het veld lezen. En ik de hele mannen. Lloyd. Dan een beetje verderop. Meer onder in de mar. Mooi uit de startwaai. De Veensters. Ik werd van de partij Jere Bolzert, De Lemmer en Huzem. Maar in zo'n kwart kruisdrakje kan er bij de boppenste ton nog van alles gebeuren. Drachten weer onder de hele mannen. De Grausters, ik net zo mooi uit de start. En die zullen zich toch wat revancheren willen van de dooi van Juster. Douwe Visser van de Snekerpan. Kruistrik achterlangs. Wat zijn, Zuidwesthoeken zitten nog bij boppen. Jenne Woud, ik toch wat meer erachter. Maar, nou, hebben we net goed mooi gekregen, want neffens us wie het toch de Waardse Einers die te betiet hoe de finish werden, maar ben zij dan weer helemaal onder die lijn terugdoekt. En dat kunnen we misschien straks in het Vaarwinserak even zien op de track and trace. Maar nou, je eerste boy, nou de eerste bobste tonnen. Het leek het erop dat Akrum toch weer als eerste om de tonnen is. Maar Pieter Meter, wat is die op dreef de laatste drie wedstrijden? Hij was al eerste, hij was al tweede en hier weer als eerste om de tonnen. Maar boven hem, ja, dat is spannend, die zit er deun op. Dat is het Langwaarder Scootje. Die haast onder het zuil voortvalt van de Bolzert. Maar nou van de andere kant surfen ze daar gebroederlijk naast mekaar om de eerste tonnen heen te komen. Jereveen, die draait der vier boppen. Die is heger als het scootje van de Snekerpan. Snekerpan voorlopig op het vierde plak. En dan krijgen we hier toch al een beetje een koppositie. Ja, Drachten der, ik heeg. Ik op gong. Het is een hele vloot, een dikke middenmoord die het alle keer dicht bij elkaar zitten. Die maakt helemaal in de breedte van de mar. De Langwaarder Wielen oer richting de Hegebergen
En daar leidt de twaalfde tonnenwetse eerst om Hinnematten. Ja, Grauw wen het echt helemaal voorin, hè? Nee, en besjurre gelukkig dat het hier al je goed gaat, want het wie een kwart kuusrek, maar dat gaan ze al je mama koor goed inschatten. Al wat meer rom te nemen als je de stuurboot aankomt, dat je gewoon Grauw, de tonnen al wat oesielt, dat er een gat valt, werden oor niet kennen. Maar nou ben ik benijd straks naar de beelden dat degene die individueel valt start weer, de nummer 14, daadwerkelijk ik weer omgegaan is. We zullen het even weer op de track and race. Hier zullen we inderdaad de Waltz Einders daar in het midden al lezen. Ja. Ja. Is het balkje correct dat Ruud stekt in het midden. Ja, die ja. Eigenlijk wat te gauw en bij de start liggen. En daar zullen we ze inderdaad. Schudder, dat hier wij, kennen we nou prachtig mooi deze beelden. Sjen Dergit wat zijn. Die dipt achter de lijn. We zullen daar de denkbeelden. Nou, net een denkbeeld. Dan gaan ze hem hier werkelijk op de kaart zetten. Ze gaan er even achter Del. En dan zullen we dat, ondanks dat ze weer even erom gaan, toch weer gewoon mengen in de vloot. Dat had ze net niet zo volle. Tiet skilt. Tonnen nummer 2 komt in beeld voor Pieter Meter, mij Bolzert, die toch een liet skotje slijn had. En ja, wat ben die man scherp op het heden. Ze binnen alle dagen op het heden als eerste bij die ton. Ja, dit is hun waar ik wat. En we zullen het even onder de zeilvoering, de fok. Hey, je zult als normaal steeds die mat mooi strak steken. Maar ze litten de wat spanning van die val. Oh, je zult hier wat balling in, zodat maar dit wat lichtere waar. Het zeil een beetje meer opballen, wat meer power erin krijgt. Om maar eens een net gay Fries gebeurt te broeken. En daar toch wat sneller varen te kennen. Dat zullen we hier bij de langwaarders dus net. Dat is even het verschil in tactiek van beide skippen. Maar voor eerst is Langwaar Wol de verrassing van de dij op eigen wetter. Want ze lezen op een heel netjes twaalfde plak achter de koprenner van het klassement. Akkerm en Jere Veen, ek wer mooi voorin. Sietse Brouwer had het spul toch goed onder praat in het kampioenschap. En er valt zuiver al een gotje naar de nummer Fjouwerta. De topdraaien is toch wel enigszins verrassend. Wils hier nog druk met putsenwerken wordt. Puts is weer binnen boord. De hele mannen. Mooi, ik werd in de middenboord. Of in de midden, ja, de kop van de middenboord. Ik heb het duurzaam op het vijfde plakje. Ja, die wordt duidelijk net te dicht op drachten komen. Vandaar het remmen met de puts. Om ze toch beter die tonnen ronde te kennen. Ja, hier wordt er een scootje even tussen prikt. Als er te volle ruimte valt tussen het scootje en de tonnen, dan kun je daar echt weer van profiteren. En dit weer een beetje weer wordt hier in het gotje. Dat is te rom uitkomst. En Ljouwert kan je zelf kiezen om daar in dat gotje te prikken. En besiek het boppen het hele mandje te komen. En het hele mandje begint vanzelfs voort op te loeven. Die brengt hem voort. En daar kan deze weer van profiteren. Douwe Visser van de Snekerpan. Wilst Langvar er tussenuit skarrelen is. En Jere Veeno dus opscoot is naar het twaalfde plak. Dat is dan wel sneu voor de tussenziende Langwarders. Zij gaan misschien dan toch wat te volle risico naam. Haar Jere Veen glippen litten. En die had er tankbaar gebruik van maken. Die had er oerhinnen zielt. En die gaat nu op jacht naar Akkerm. Ja, dan is nou wordt de zwan opfretten Troddeliuw. Die draaft er oerhinnen en zakje ze toch langzaam gewoon achteruit in het klassement. En dat is het plaatsje wat we juist erik zeggen. Want zullen we eens even naar Grauw.
die draait hier om een tonnen heen. En die had je dus een geweldige slag maken in dit kruisrakje. Want maar, die pakt hier zo drie of jouw vijf scooten. Maar, is dat al je reglementair? Ik zag daar de fokken klappen en ze kwam hoe steward voor die Skippendel. Ik zie nog geen beweging manoeuvres op de oren skippen, dus het liek dat ze er voor el koeten, maar daar had ze toch een prachtige slag maken. En Ken Langwaarde tonnen. Ronde zonder hem te rijden. Die moet er echt moeite verdwaan en die had les natuurlijk van Ljouwert die de boppen leidt. Ja, daar zit er genoeg ruimte tussen. Daar leidt het net om. Maar ze kwamen toch wat in de knoei. En wat gebeurt hierachter? Valt er dan nog een gotje? Om waar zit de hele mannen? Kan die hem daar nog tussen prikken? Zoals het nou lijkt, lukt dat gewoon. Toch een prachtige manoeuvre hier van Klaas Westerdijk. Jijer, nou lees je wel onder die tuigen, maar ja, hij is er wel bij. En dan had Grauw in één haal in een heel kwaad kruisrakje waar wij van zeiden, daar zal nooit zijn volle in zitten, in één keer zes plakken pakt. Knappe prestatie van Douwe Visser van Grauw, die in één keer opzet naar het derde plak in de tussenstand. Grauw hier, die had hem blijkbaar heel groot, die had het oordwaard om hem ertussen te prikken. Hij leidt op stuurboord, maar scoort het in als genoeg ruimte en als ik het zo zie, dan is dat ik zo. Had de goede gok nam op tijd oerstaggong de kwarte lijn zocht. En die gok is fantastisch goed uitpakt. En daar hebben we de Lemsters al. Ja, die maakt je toch een indrukwekkende opmars, hè? Echt helemaal achter online ze strakjes. En in die eerste route nog hun best naar voren schadelen. Albert Visser. De nummer 12 van het klassement ontnota manifesteert hem weer voorin. Maar kinder gerust zielen is dat protestje in hem. Hing het hem dat nog boppen de holle? Want dan kun je verschrikkelijk hutro de mar heen vliegen, maar het kan al je voor niks werden. Maar dat weten we net, dat is speculeren. Akkerum, alweer helemaal onderwijs naar de andere kant van de Langwaarderwiel. Jereveen daarachter. Toch behoorlijk wat skiplengtes. En datzelfde god zit ongeveer ek tussen de Veensters en Grauw. En dit god ligt het nog wel groter naar de middenmoord. Met Huzum nou toch ruimte creëert had hij. Ze zijn bij Ljouwert Wijsield. En de Zuidwesthoeken en Ljouwert die zijn nog een beetje aan het sparren. Ljouwert had toch weer gong kregen en de Zuidwesthoeken kan er nog net echt helemaal oer heen rennen. En dan Langwaar. In de achtervolging, de Lemsters, de hele mannen. Jenne Woord beziek het onder hekje. Woord zijn, Drachten en dan pas de Snekerpan. Jereveen maakt al een beetje omheeg. Dan kunnen ze de ton in één keer aan, dat matslagje als ze er nog om horen. Ze snijden hem vrij strak aan, hè? Ja, ze hebben... Net volle oer. Net volle oer. Het zwet zit er hier ik net. Heel diep in besjuggen ik hoe het skip komt, het zoals het heet. En eerst wordt de grutskoord losgegooid. De fok horen ze nog even aan om het skip uit eigen beweging draai te litten. Het roer er zat min mogelijk achterhoed. De wijze achterhoed, als je we dat je wil gebeuren. En het skip op hun zeil draaien litten. Maar ze redden het op. Maar eigenlijk pakt ze toch wat extra meters. Nee, de meters ben je ze net zo belangrijk. Het gaat vooral om, omdat ze hem toch al bezield hebben. Ik bedoel, ze komen ik op een bezielde ton aan. Het gaat, voornamelijk gaat het erom om de snelheid in het skip te horen. Ja, zo kunnen we het heel mooi zien. Akkerum, het Jereveen, Grauw en dat Huzum, toch heel knap, hè? Op het vierde plak. Die werd nou dan toch... Starum erachter te horen, Starum dan eindelijk voorbij Ljouwert. En Ljouwert werd boppen lang waar. En de Lemmer.
Die zit er gewoon weer deun achter en houdt alle opties weer open om toch naar voren te kroepen. Ljouwert, die kan mij een opzitterke de tonnen in één keer nog aan. Kost misschien wel wat snelheid, maar die kan hem tenminste nog ronden. Want daarachter, Langwar, die had er meer moeite mee en die kan wel eens raar in de verdrukking komen nou. Ja, nee her. En die beziek het misschien ik of Git Oerstag. Langwaar. Dit redde je hem net. De Lemmer scoot alweer een plakje op. Is nou ek Langwaar voorbij. Langwaar die hier helemaal in de vernieling komt. Totaal verkeerd bij de tonnen. Alle gong uit het skip. Ja, ze kennen eigenlijk net Oerstag. En dat is lastig. Maar ja, om hem te helden, de gong is er echt eerlijk wat uit. Ja, maar ze... Maar als ze zat troskarrelen, dan ken het krek. Ze helden de ton, maar Sjöger, het kost ze meters. En de orenskoeten zielen er sa oerhinnen. De Lemmer er al oerhinnen. En ik dit scootje zal boven oerlang waar hinnen denderen. Want deze die kennen op volle snelheid er oerhinnen. En hoe kwart de rakjes dan ik binnen, er kan een hele protte barren op een paar honderd meter. Nou ja, en vooral als het zandverroering in één keer in de wind krijgt, want die is inderdaad in die het nou helemaal draait en laat het kruisrakker heel de alle oorzien. Ik ben benijd wat de organisatie hier nog mee doet. Worden er nog boeien versleept? Want dan kunnen we een heel mooi lang kruisrak krijgen over de hele lang waar de wielen hinnen. Op nota blijven alle wedstrijdtonnen lizen waar ze lizen. Wordt er dus gewoon terugzield. En is er nog altijd Akram hier in het midden. Die het voor, vrij voor koers zet op de bovenste tonnen. Maar een groot verschil op het Jereveen. En die lezen we roem voor op dit scootje, wat nou om de tonnen heen zal. Het Grouwster scootje. En de Huzemers. Die doen het eigenlijk heel knap. Lees ik hem gewoon op het vierde plak. Johannes Meter. Vliegen hier nog skipper van het scootje van Langwaar. Nou dus bij Huzem. Adviseur Bijn Kramer. Die man die toch eigenlijk prima zaken hier. Ja, en nu hebben we een heel fraai plaatsje. Mij om kop. Pieter Meter voor het lapke. Mij Akram. En dan een hele lange rits. De achtervolgers erachter. Sintje op een fok. Knalt eruit. Prachtige kleuren. Ja, en dit had er jeder mee maken. Jenne Waard, Koeder Exa, heerlijk zielen naar de finish daar. En hier zien we dan wel activiteiten bij de tonnen. Hier wordt een wedstrijdtonner oppikt en verlijn. Want ja, de wien is toch nou zo'n eind draait dat het een heel oorsoort wedstrijd worden zou. Ze zullen beziekje om er toch weer wat christelijke kruisrakken in te lezen, hè? Ja, dit is een zakkoord naar trok in. Dus willen we een mooi slot van de wedstrijd hebben, is dit een wies besluit. En het kan in feite nog alleen maar mooier worden, want een lang kruisrak, wat nou ontsteen gaat over de volle lengte van de langwaardewielen tot boppen aan de sneldijk daar haast, kan alleen maar mooiere tactische beslissingen opleveren dan zoals er nou zield wordt. Sietse Brouwer consolideert zijn tweede plak achter Akram. Wiels Akram ondertussen alweer om de bovenste tonnen heen is. En daar hebben we in een Jenne Waard.
die had ook een tussenslagje maken, want die leidt nou in een achter de lemmer. Voor Ljouwert, ook voor de hele man in een. Jennewoord, Gerhard Pietersma, had dit rak broekt om een sprongje te meiden. Ik denk dat hij truie vier plakjes naar voren scharrel is. Hazen in de gaten, ja, zielig is ze vanzelf wel. Hier een stroef beginner in Langwaar. Maar hij meldt hem nou toch weer meer naar voren. Langwaar helemaal afzakken, zit nog correct voor de snekerpan, dat dan nog wel. Maar oh, wat schande voor de groep van Jaap Swaga. Dat ze die mooie startpositie net vasthouden kon. Hier kan de loerder er weer uit. De vak de andere kant door. En Huzem. Kan die dan dat mooie vierde plakje vasthouden? Bovenin is Akkerm alweer dwaande naar de volgende tonnen. Jereveen daarachter. Grauw de nummer 3. En Huzem hieronder. Op een mooi vierde plak. De nummer 3 consolideren hun voorsprong. En ik, de onderlinge verschillen, bleeuwen precies een minuut. En die scoren dus ik net op mijn koring. Johannes Meter. Netjes om die tonnen heen. En op jacht naar Grauw. Zou er nog meer in zitten voor de Huzemers. Want hier is het moeilijk wijk om. Ljouwert, de hele mannen, wat zijn Drachten. Langwaar, daar nog weer achter de snekerpan. En Janne Waard viert deze groep aan. Maar er zit al een aardig gatje. Naar Lemmer, die je toch weer bij Weirind. Zou er dan mogelijkerwijs nog wat in zitten kennen voor de Lemmer? Of is dit gat dan toch te groot? En Wils, ik zei dat de onderlinge verschillen tussen deze treien hetzelfde bleven. Binnen toch wel degelijk de Huzemers die inrinnen op het Grauwster, het onoverwinnelijke Grauwster piepsterskoetje. En de Huzemers er zielen gewoon brutaal wij, sneller dan de Grauwsters. Ze kunnen nou haast in één lange slag de andere kant van de mar berikken. Werd in eerste instantie die tonnen 12 dan leidt. Die leidt er nog altijd. Dat houdt wel aan dat de windrichting behoorlijk verloren is. De beide kaprenners. Witte scootsje van Akkerm. Mij daarachter de Germen van Manen van het Jereveen. Voorlopig de nummers 1 en 2. Onbedriegen. En op het derde plak gaan we dan Grauw voor Huzem. Starem vijfde, de Lemmer op het zesde plak. Jenne Waan voorlopig. Zonde, Ljouwert 8, Njoggen de hele mannen. Tsien, Drachten en Waasijn en Snits en Langwar die sluiten dan de riegen. Het lijkt erop dat Langwar van het tweede plak helemaal zakken is naar plakje nummer 13. Ja, en dat is natuurlijk wel een trieste zaak. Liekert het er zo mooi op. En hel je het er net uit op je thuiswetter. De achterlijn van de vloot. En dit is de voorlijn. De eerste vier scootjes voor het lapje en onderen. Akkerm. En ken dan de adviseur Tom Otte
in de tweede week deze man niet rustig horen en uit de feesten te horen. Nou ja, Pieter Meter had zelf mooi jong dat ze er dit hier alles aan dwaas zullen om wat te matigen. Ze realiseren hun zelf de situatie. Ze hebben ambitie genoeg om nog eens een keer die laatste stap ek te zetten. En dat zullen misschien ook wel matten, Wollejo echt serieus titelkandidaat zijn. Ja, en ze staan er prachtig voor in kampioenschap. Dus waarom net? Ja, daar leidt hier nog altijd een kruisrakje in, want Akram is alweer oestaggong. Boppen hem leidt een tonne. Werd ze dan misschien ook op oormatten. Dan is tonne traaien misschien een eind versleept. We hebben net het hele oezicht over het veld vanuit deze positie, maar ik vermoed dat het een traaie hoek worden is, zoals ik zeg hoe ze nou de ton erin lezen gaan. Een traaie hoek betreft traaie boeien in het veld en nee, geen vier meer. Dan zullen we toch, ondanks de baggerderij van de laatste jaar en het zon dat al hier op de rotonde of het nieuwe klaverblad van Jourekom is, dat het hier nog heel dan net zo'n jip is. Het zwut zit er maar een puntje in. Dus we nou terugkrijgen dat er toch nog altijd 5 tonnen lezen. En dan is het misschien ook toch onderste tonnen traaien die gewoon een eind van lijn is. Kwart kruisrakje, maar dat wat meer in en wien op lijn is. En dan zullen we gauw nog dadelijk achterkomen. Want dat zou betreuren dat ze dadelijk weer op uw stasielen komen. Naar tonnen 5. Het rint ik al zien, Jelve Fjouweren. Dan zal de commissie wel even uitrekenen hoeveel tijd has ze nodig voor een hele route. En hoe laat ben dan de achtersten ongeveer binnen. Dus we zullen de komende minuten ook de startkotter en Libici in de gaten houden. Dan zou dit tonnen Fjouwer worden, Matten. Zo. Pieter Meter dadelijk naar onderen gaan, dan zielt er op uw zoon. De Lemmer en Jenne Woots. Joert in de middenmoord. Onderwijs naar die onderste tonnen. Die kunnen dadelijk het kruisrakje weer indraaien. En dan had alleen maar de Joert toch dus keer bij Heinekind. Want het zagen natuurlijk een minuut in het begin. Helemaal achterom. Mij een strafrondje. En wij zijn heel nieuwsgierig hoe het nou correct in was zit. Maar dat protest. Dat protestvlagje van de Ljouwert. Had dat nou zien, de Lemmer wie. Want dan is het voor hun nog even spannend. Jervingen. Ek die naar het Roemerak. En helemaal achterom Langwar. Achter de snekerpan, achter wat zijn. Krijgt daarvoor nog drachten. Dat is de achterlijn van de vloer. Joert op Langwar. Ja, de hele mannen had toch wat terrein prijsjoen. Zal ik het op Jenne Woord en op Leeuwarden. Ja. En Huzum leidt hier haast op een kont van Grauw. Dit is spectaculair. De Huzumers volop in de aanval op dat snelle piepsterscootje van de Grauwsters. Dit
Wierder, ze krijgt nog een 8 skipslengten, nog een skipslengten erachter. Ze hebben het nou al in het zicht en ik schat ongeveer een 2 skipslengten in. Ja, doch de Huizen is hier dan nog een onval op de Grausters en op een podiumplak. Huizen op het podium, 1, 2, bin een liedje wel verzoen, maar het derde plakje, dat zou wat wezen. Nou, ze kunnen hier zelf in elk geval een beste boost van mij nemen, want dit jouwt het zelfvertrouwen natuurlijk een hele oppepper. Wat je er zo tussen zielen kennen in die voorrein, dan weet je van jongens, het zit goed met uw skip, maar ook met uw bemanning. We hadden spul erbij. Verrassend. En Willem Swaga met het Ljouwerterskoetsje. Op een voor hem ontnota beste positie, zonder plak. Grauw alweer aan de boppenkant van de mar. Vier scootjes op een regen. Alle keer op dezelfde tonnen aan. Waar had je de meeste gong? Waar had de mooiste uitgangspositie? Het lijkt dat Jenne Waard hier het binnenste skip is. Dat de snekerpan kiest voor de snelheid. En hopend met gang om die tonnen heen te steken. In de hoop om daar misschien nog een plekje te veroveren. Nou, de snekerpan had hier gewoon helemaal weinig te vertellen. Hij met rond die aan om jenne woord, dracht en woord zijn. En omsluiten om deze boei heen. Ja, werkzaamheden in de top bij de gaffelbek van Grauw. Zou daar misschien nog wat onder Raban sleutelen worden? Liek het erop. Ik kan wezen dat Douwe Visser van Grauw zei van goh, ik wil het er een beetje strakker halen of juist wat losser. Ja, maar ja, hij denkt misschien ik, hoe kan het dat die Huizemus u zo snel achterop komen? Is hier nog wat mis? En is deze man dan gewoon omheen geklom bij de Raban? Nee, hij hing het onder val. En in die val kroep er wat omheen om die Raban nog wat strakker te krijgen. Ja, maar net al de volle lijst van Hechtenvrees aan, hè? Nee, dit is even een beetje moeilijke positie. Maar hij stroppet hem wat strakker. Ja. Krijgt wat instructies van onder waarschijnlijk. Jereveen en Grauw. Jereveen al druk in de manoeuvre om het kruisrakje op te pakken. Grauw nog in het roemerak. En daarachter Huizen. Het verrassende Huizen van Johannes Meter. Wat je dan ook hier zien. Beste prestatie del set in dit SKS kampioenschap. Ontnota een zonde, een achtste en een njogende stekje. Nou, dat vierde plakje, dat zou dan prima wezen. En had dan het oorstropje van het grutzeil toch krijgt. Dat denk je best wat de bemanning van Grauw nodig hier. Want we zullen ze wat inrennen op het Veersterskoetsje en uitrennen op het Huizemerskoetsje. Al zitten tussen beide skippen nog een behoorlijk eind. En dan kunnen we toch stellen dat we hier een mooie zielmetje te pakken hebben. Qua waar? Ja, zeker qua waar, qua baan en de omstandigheden. Maar wat gebeurt hier? De Veensters. Oerstag, maar wat traag. En draaien ze nou weer om? Wat is er mooi? Het Veen aan de hand? Een liets tussenslagje. Ja, de Grausters zitten ze boven op de kont. Ja. Tactisch betocht, maar ze beginnen er gewoon doorheen. Wat doet het Veen hier? Ongelooflijk. San, stabiele tweede plak. De hele wedstrijd in handen houden. En in het laatste rakje is die voorsprong helemaal voort.
Ze mat hem op een of andere manier. Even min kregen haar. Ze woorden oerstag. Zeggen dat de wind draaide, draaide weer waarom en dan bleef je secondenlang in die wind zitten. En toen zeggen ze in één keer de grauwste zon kwamen. Kom. En toen weer het let. Dit is toch wel een opmerkelijke situatie, hè? Dit weer toch wel even een foutje van, want ze hielden gewoon de hele lange slag. Gewoon allemaal je kennen. Precies zoals het voorbeeld dat voor hen vaarde. De akkermesdieren. Ja, en dan lees je op een derde plak. En waar is Huzum dan? Want die zit er ik net zo vier achter. Daar is Huzum, onder grauw, maar die maakt nog naar de tonnen. Ja. En daar pas binnen de vensters. En ben ze dan nou vierste vier trossield? Wat is er mooi? Ja, het Feyenoordgang, want Huzum gaat al overstag en kent die de tonnen dan al beginnen. Dit is toch een bijzondere situatie, hè? Oeh, dit is toch een miscalculatie van het vensterskoetsje. Wat zo mooi op het tweede plak lei. En hier in één klap twee scootjes voorbij gaan, Littemat. Grauw en Huzum passeren het vensterskoetsje. Ja, het kind dus op het laatste moment nog. En dan wiet dit scootje van Akkerum van wij moeten nog even opkruisen. En dan kunnen wij een fantastische oerwinning bijschrijven. De tweede oerwinning al van dit seizoen. Juster een tweede plakje. Jer Juster eerste. Nou weer een eerste plak. Ja, die doen hele goede zaken voor het klassement. Pieter Meter van Akkerum. Ja, ze weet het. Tuurlijk. Ze kunnen alvast juichen. Sander Meter, het broerke. Klapt al in zijn hand. En Pieter de voest omheeg. Maar ja, onze versissingen, maar we wat voorzichtig mee wezen. Als je het nou haast net eens met deze, ken dat het misging kan. Maar wat een verrassing en toch elke keer weer. Nog één keer Troddewien. Even het schipje op goede koers lezen. En dan die finishlijn op zikje. Ze binnen er haast. Pieter Meter. Mij Akkerum. En daar is de knal. De tweede oerwinning voor Pieter Meter en Akkerum. Zij winnen op Langwaar. Mij een groot verschil. Roem voor Grauw en roem voor Huzum. Pieter Meter is dus de grootste koprinner van de SKS in 2000 Zandtjen. Maar daarachter. Grauw. Nee, positie nummer 2. En de Zuidwesthoeken, die besiekt nog wat met Jere Veen. Scott, wat we jaren, is voor Huzum. Want Huzum, die pakt hier heel netjes tredde plak. Maar ja, hoe zal de stemming hier om boord wijzen? Bij Sietse Brouwer. Zij hier in het zilver in hand. En in het laatste kruisrakje verspillen ze nog 2 posities. Ja. Wurrevierde. En Westhoeken pakt het 5e plak. Nee, geweldig. Nee, mooie schilderij en geweldige prestatie van de jongens en met jou. Ja, geweldig. Vorig jaar deed het natuurlijk heel best de eerste weken en daarna wie het mis. Ja. Nou moest de kapper bij horen. Ja, maar ja, het is, elk jaar is anders en elk jaar heeft omstandigheden. En ja, we zijn natuurlijk hartstikke gebrand en we zijn fanatiek, goed voor seizoen gedraaid. Ja, en dan morgen is de kentering. Dus als we morgen slecht zielen, dan is het aan de hand. Dan zit er rustig een vloek op. Dus ik neem aan dat wij morgen mooi scherp aan de stad verschijnen. En ik hoop dat wij morgen weer goede zaken doen. Nummer 1, Akkerum bij Pieter Meter. Twadde, Grauw, Douwe Visser. Kreeg Stredenplak van Huzum, Johannes Meter. En op het eigen thuiswetter Langwaar, Jaap Zwaga op het tredjende plak. In het klassement, Akkerum de Grutske koprinner. 3,8 punten. Grauw, Twadde, mij 6,9. De Lemmer, Albert Visser, 9 punten. En de hekkensluiter ontnota is Langwaar Jaap Zwaga met 36 punten. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Haima en Hielkema.